Ik sta hier naast Rob Erens, bondscoach van het springteam, ook wel bekend als het dreamteam. Rob, hoe belangrijk is het voor jou dat al deze ruiters hier, de Nederlandse topsport, hier rijdt? En waarom komen ze allemaal naar Amsterdam, denk je? Ja, op de eerste plaats is het belangrijk dat de ruiters in het ritme blijven. En je moet natuurlijk een heel goed management hebben hoe je je paarden inzet. En je kunt natuurlijk op een manier zeggen van ik laat de goede paarden de hele winter eigenlijk op stal staan. Dus het is belangrijk voor paard en ruiter om in het ritme te blijven. Waarom rijdt men hier graag in Amsterdam? Ik mag hier zelf ook heel graag zijn. Het is een geweldig sfeervol concours. Waar heel veel aan gedaan is geworden de laatste jaren. Dat zie je ook natuurlijk terug in het aantal deelnemers. En daar zijn wij eigenlijk toch wel als Nederlanders heel trots op. Het is een geweldige sfeer. Het zijn hele mooie rubrieken. Goed deelnemersveld. En ik mag me eigenlijk als bondscoach, waarvan ik eigenlijk nu ook weer een wereldbekerwedstrijd in Zürich heb. Ja, waar alleen Harry Smolders is, die eigenlijk voor de punten nog steeds wilde gaan. Maar ik had nog één plek daar eigenlijk te vergeven en niemand wil. Iedereen wil eigenlijk naar Amsterdam toe. Dat is mooi. Ja, dat vinden wij natuurlijk ook heel mooi. En daar zijn wij ontzettend blij mee. Het publiek is er ook heel blij mee. Is het voor jou belangrijk om ze nu te zien? Of ze in vorm zijn al? Nou ja, kijk, de vorm, als ik dus richting Olympische Spelen kijk, is dat nu natuurlijk nog te vroeg. Alleen, je probeert altijd het hele seizoen alles te volgen. En dan is eigenlijk een continuïteit in het programma is heel belangrijk. En natuurlijk is dit nu ook weer voor de nieuwere combinaties weer heel belangrijk voor mij. Om iedereen eigenlijk weer te volgen. Hoe zijn ze uit het eerste deel van het indoorseizoen gekomen? We zitten nu eigenlijk in de vooruitblik richting het zomerseizoen. En dan is het voor mij belangrijk om elk moment weer eigenlijk te benutten om te kijken van waar staan we, hoe zijn de paarden, springen ze er makkelijk over, zijn ze een goede doen, zijn de ruiters een goede doen. Dus mijn taak is alles te volgen. Ja. Nou, dan valt er wat te volgen hier en ook wel de nieuwe generaties misschien? Ja, daar zijn we ook heel blij mee met het Rabobank talent Lisa Noren, die dus eigenlijk Rabobank talent van het jaar geworden is. Daarbij ook nog Kevin Jochems, die onder de 25 hier een plek heeft gekregen, Stephanie van der Brink. Allemaal voor ons weer heel belangrijk op zo'n evenement. Waar natuurlijk de top professionals, die vinden dat natuurlijk een heel mooi evenement. Maar daar ligt niet meer die erge spanning en de druk. Maar voor de jeugd is het toch op een 4-ster, Jumping Amsterdam, toch allemaal weer dingen waar ze kunnen leren omgaan met druk. En daar zijn we heel blij mee dat we dat hier ook weer kunnen. Dus ik ben heel blij met Jumping Amsterdam. Nou, en wij zijn heel blij met jou en met hoe de ruiters het doen. En we zien je graag volgend jaar weer. Dank je. We gaan ervoor.